De Special Olympics vonden dit jaar plaats in Antwerpen. Uit heel Europa namen meer dan 2000 atleten met een verstandelijke handicap deel aan het evenement. Wij organiseren de Special Olympics, de Europese Zomerspelen. En dat is eigenlijk voor mensen met een mentale beperking. En voor hen is dat heel belangrijk. Ten eerste aan sport doen, dat vindt iedereen wel leuk. Dan is kunnen aan sport doen toch voor een groter publiek dan ze gewoon zijn. Ook dat is zeer leuk. Maar het is ook belangrijk dat zij bijvoorbeeld op die manier zelfvertrouwen krijgen. Het zijn mensen die soms voelen dat zij niet dezelfde mogelijkheden hebben als anderen. En het daardoor wat moeilijker hebben om in onze maatschappij hun plaatsje te vinden. Als ze dan zo aan sport doen en ze winnen een medaille, dat geeft hen wat steun. Hè. Dan denken ze, hé, ik kan wat. Vond u het leuk? Ja. Ja? En hebben jullie gewonnen of verloren? Twee matchen gewonnen en één verloren. Hij is nogal gedreven. Ja, hij speelt heel graag badminton. Ik kan heel goed smashen dus. Hij heeft goud behaald. Gisteren was de medailleuitreiking en we zijn heel content. Als je mij zou vragen, wie zijn de belangrijkste mensen? Naast de atleten natuurlijk en zo, hè. Maar dan zijn dat onze vrijwilligers. Want wij hebben meer dan 4000 vrijwilligers, jong en oud, doorheen genomen, die zich allemaal belangeloos komen inzetten, zonder dat ze daar iets voor krijgen, een t-shirt, dat is alles. Vind je het leuk, Steven? Ja. Ja? Wat heb je gisteren gewonnen? Medaille. En welke kleur? Rood. Rood? De beste nummer 1. En hoe vind je dat? Super.